Dit is Langstraat TV. Uw regio in beeld en geluid. Op 9 en 10 september is de 37e editie van de 80 van de Langstraat. Ieder jaar heeft de organisatie van de 80 een goed doel. Het goede doel van dit jaar is Inloophuis Toon. Wij gingen een kijkje nemen en vroegen wat Inloophuis Toon doet. Inloophuis Toon is een ontmoetingsplaats voor mensen die te maken krijgen met kanker of te maken hebben gehad met kanker of voor mensen die iemand verloren hebben aan kanker. Er is een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, om ervaringen te delen, om deel te nemen aan activiteiten die we hebben. Voor ontspanning bijvoorbeeld of om te dansen of te wandelen, te koken samen, te schilderen. Het zijn allemaal activiteiten die we bieden zodat de mensen eventjes ontspanning hebben, maar ook elkaar kunnen ontmoeten. Er is geen aanmelding nodig, er is ook geen verwijzing nodig. Je hoeft niet te bellen van tevoren, het is ook niet op afspraak. Je kunt gewoon binnenlopen wanneer je denkt, nou, nu is voor mij een moment dat ik het fijn vind om even iemand te ontmoeten en daar mijn verhaal te kunnen doen bijvoorbeeld. Ja, de naam Inloophuis Toon. Ja, Toon is natuurlijk, in het verleden was het dit natuurlijk Toon Hermanshuis. Waarom is die naam ooit veranderd? Dat heeft een beetje mee te maken dat het niet voor iedereen duidelijk was dat het Toon Hermanshuis ook daadwerkelijk een inloophuis was voor mensen die met kanker te maken krijgen. Dus dat het wat meer duidelijk was van wat we eigenlijk zijn en wie we eigenlijk zijn. En daarnaast is het zo dat Toon Hermans is dit jaar 100 geworden. Dus de hele jonge generatie kent over het algemeen Toon Hermans niet meer zo goed. Dus weet ook niet zo goed wie dat is en waarom hij de naamgever was van ons huis, zeg maar. Dus ook in dat kader hebben we gedacht, nou, we moeten het iets meer openmaken en dat het voor iedereen duidelijk is wie we zijn en wat we doen. Margriet, bestuurslid van de 80 van de Langstraat. We zitten hier niet zomaar bij Inloophuis Toon. Er is namelijk een hele mooie samenwerking dit jaar. Ja, dat klopt. Ik ben gast hier. Ik ben ziek. En ik vind het zo'n mooi huis dat ik geprobeerd heb in mijn eigen bestuur de mensen bereid te vinden om dit jaar Toon als het goede doel van ons te nemen. En dat is gelukt. Er zijn ontzettend veel mensen die lopen voor een persoonlijk goed doel. Dit is onvoorstelbaar elk jaar weer. En halen heel veel geld op. We hebben eigenlijk als 80 gezegd, wij nemen een eigen goed doel. En daar gaan we voor. Daar hebben we op een bepaald moment rugbaarheid aan gegeven. En dan verkopen we nummers per opbod. En dat het geld gaat naar Toon. We hebben ook afgesproken van tevoren, van we hebben een minimumbedrag. Halen we dat bedrag niet, dan krijgen we dat. Nou, we zijn daar al ruim overheen. Wellicht weten jullie dat we in de loop van dit jaar gaan verhuizen. We hebben een nieuw onderkomen. Hè. We gaan hier vertrekken omdat het eind van het huurcontract is. Dus we hebben heel fijn een nieuwe plek gevonden. Maar daar moet natuurlijk ook het nodige aan gebeuren om het weer zo'n fijne plek te kunnen maken als dat we hier hebben. En daar is ook een hoop geld voor nodig. Dus alle sponsoringen en alle giften zijn we daar meer dan welkom. En de mensen die het niet hebben gevolgd, waar komt die nieuwe locatie? Die komt in de Jan de Rooistraat. Jan de Rooistraat nummer 15. Jan de Rooistraat nummer 15. En per wanneer is dat? We hopen eind november te gaan verhuizen naar de nieuwe locatie. Alles is natuurlijk te volgen op www.inloophuistoon.nl. Dus mocht je het in de gaten willen houden, daar staat op een gegeven moment de nieuwe adresgegevens wel op, denk ik. Ja, daar ga ik wel van uit, ja, dat we dat goed houden. En dat zullen we ook wel duidelijk laten weten. En ik vind het natuurlijk hartstikke fijn als mensen ook interesse hebben in het nieuwe huis. Iedereen is welkom om het op het moment dat we open zijn daar te komen bekijken. Daar zullen we ook nog wel aandacht aan besteden om een soort van open huis te hebben. Dus dat zullen we nog duidelijk laten weten via Facebook en de website en mogelijk wel per zo. MUZIEK
Ik wens jullie heel erg veel succes met het gezamenlijke goede doel. En natuurlijk de 80 van de Langstraat. Heel veel succes met alle voorbereidingen en alles wat erbij komt kijken. En Inloophuis Toon natuurlijk heel veel succes met alles wat jullie doen. En nogmaals, ik hoop nog vele, vele jaren. Dankjewel, dat hoop ik ook. En ik wil de organisatie, en jou in deze persoon, maar hè, de hele organisatie van 80 heel veel succes wensen. En ook alle lopers en een geweldig festiviteit. Ja, daar gaan we voor. Hè? Ja. Maak er een feestje van. Mooi evenement. Ja. De 80 van de Langstraat. Op 9 en 10 september live te volgen via alle kanalen van Langstraat Media.